De advocaten Saraswati van der Hoef, Regina Lobo, Helen Vreden, Natasha Bouwman, Serena Esset en Sandra Sitaram zijn vandaag door waarnemend hofpresident Iwan Rasoulbaks toegelaten tot de balie. De activiteit vond plaats bij het Hof van Justitie aan de Grote Kombiweg. De jongste advocaat die vandaag is toegelaten is de 27-jarige Serena Esset. De Orde van Advocaten telt nu met deze nieuwe groep ruim 200 raadsmannen. Rasoulbaks zei in zijn toespraak dat het harde werk nu pas zal beginnen voor de nieuwe raadslieden. De waarnemend hofpresident riep de advocaten daarom op altijd verdraagzaam te blijven. U realiseert zich, denk ik, dat u soms zult winnen en soms zult verliezen. Niet u, u verliest de zaak voor uw cliënt of u wint de zaak voor uw cliënt. Of deels wint u of en deels verliest u. Realiseert u zich dat? Niet alle duizenden zaken die u gaat doen, gaat uw winst uitpakken. Dat is een wetmatigheid. Wees daarom sportief. En leer. Leer uit de dingen die hebben gemaakt dat de zaak is verloren. Leer, u mag ook boos worden, maar wees professioneel boos. U mag oneens zijn met de beslissing, gaat u in hoger beroep. Waarnemend hofpresident Iwan Rasoulbaks. Hij sprak vanmorgen bij de toelating van de kandidaat-advocaten Saraswati van der Hoef, Regina Lobo, Helen Vreden, Natasha Bouwman, Serena Esset en Sandra Sitaram tot de balie. De nieuwe advocaten benadrukten in hun toespraak dat het traject dat ze hebben doorlopen geen gemakkelijke was. Zij zullen daarom hun beste been voortzetten in de nieuwe uitdaging.